Hoe morgen iedereen die ons volgen vandaag op de donderdag van de 13e week van tijd door het jaar en waarop wij deze methode van de Lectio Divina opnieuw zullen beoefenen en met de liturgie van de kerk zullen bidden. En vandaag vieren wij de vrijgedachtenis van de heilige Maria Goretti, maagd en martelares. Maria Goretti, in 1890, de Corinaldi, in Italië geboren, was een kind uit een arm gezin. Zij bracht haar jeugd door in Nettuno, waar zij haar moeder bij de zorg voor het huis onderhouden behulpzaam was en zich onderscheidde door haar godsdienstigheid, die zich uitte in haar trouw aan het gebed. Zij stierf in 1902 aan de verwondingen opgelopen door haar weigering om in te gaan op de oneerbare verlangen van een burgerjong. Dus heilige Maria Goretti, een meisje van misschien 12 of 13 jaar, die heeft geweigerd om haar kuisheid, haar zuiverheid te verliezen met een jong die niet haar man was. Een jong die had gewoon een oneerbaar verlangen om haar tot vrouw te hebben. Maar zij stierf in geloof, zij stierf om haar zuiverheid te beschermen en zij is een voorbeeld van nederigheid, van godsdienstigheid, van gebed en van zuiverheid. En jullie, misschien weten jullie niet, maar op de dag van de zalig, van de heilige verklaring van Maria Goretti was deze jong, toen al een man, aanwezig in de familie van haar ook. In de familie van haar heeft hij verheven. En nadat hij dat heeft gedaan, heeft hij zich bekeerd en was ook binnengetreden in de derde orde van de Franciscanen. Dus ook deze drama heeft die man ook gered en hij heeft zich bekeerd. En de voorbeeld van Maria Goretti blijft als een jong meisje die een vastberaden geest had, maar die ook haar geloof, haar zuiverheid, haar eenheid met God heeft beschermd en heeft alles prijsgegeven om niet haar kostbaar macht te verliezen. En wij kunnen met haar vandaag bidden en deze trouw aan het gebed, behulp, deze deugd van behulpzaam te zijn, te vragen door haar voorspraak. Uit het boek Genesis. In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem: Abraham. En Abraham antwoordde: Hier ben ik. God zei: Ga met Isaac, uw enige zoon, die hij lief hebt, naar het land van Moria en draag hem daar op de berg die ik u zou aanwijzen, als brandoffer op. De volgende morgen zadelde Abraham zijn ezel, nam twee knechten en zijn zoon Isaac met zich mee,
en kloofde hout voor het brandoffer. Daarna begaf hij zich op weg naar de plaats die God hem aangewezen had. Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen. Toen zei Abraham tot zijn knechten: "Blijf hier bij de ezel. Ik ga met de jongen daarheen heen. Nadat wij ons in aanbidding neergeborgen hebben, komen wij weer terug." Daarop gaf Abraham zijn zoon Isaac het hout voor het brandoffer te dragen. Zelf droeg hij het vuur in het offermes. Zo gingen zij samen op weg. Toen zei Isaac tot zijn vader Abraham: "Vader." Hij antwoordde: "Ja, mijn zoon." Isaac zei: "We hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier?" Abraham antwoordde: "God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon." En samen gingen zij verder. Toen zij de plaats bereikt hadden die God hen had aangewezen, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes, om daarmee zijn zoon de keel af te snijden, riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe: "Abraham, Abraham." En hij antwoordde: "Hier ben ik." De engel zei: "Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat hij God vreest, want hij hebt mij uw enige zoon niet willen onthouden." Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram, die met zijn horens in het struikgewas vast zat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, in plaats van zijn zoon. Abraham noemde de plaats: "God de Heer zal erin voorzien." Vandaar dat men nu nog zegt: "Op de berg van de Heer zal erin voorzien worden." Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham en zei: "Bij mijzelf heb ik gezworen, spreekt de Heer, omdat hij dit gedaan hebt en mij uw eigen zoon niet hebt onthouden. Daarom zal ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen talrijker maken dan de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. Door uw nakomelingen komt zegen voor alle volken van de aarde, omdat hij naar mij hebt geluisterd." Daarop keerde Abraham naar zijn knechten terug. Samen trokken zij naar Beersheba, en Abraham bleef in Beersheba wonen. Woord van de Heer. Wij danken God. Het is een heel mooi passage uit het boek Genesis, hoofdstuk 22. Vol van details, vol van, ja, van een mooi verhaal en ook diep. En wij zien dat God had
De enige zoon van Abraham, de belofte zoon, de zoon die hij heeft gegeven aan Abraham en die hij heeft gezegd, door die zoon zal u vader worden van een menigte. Hoe kan dat? Dat God nu deze enige zoon vraagt als brandoffer. En hij staat niet geschreven, maar dat was een dag, op een dag, en de andere dag, 's morgens vroeg, vertrekt Abraham met de ezel, met twee knechten en zijn zoon naar de berg die God heeft aangewezen. Maar zeker, dat was echt een heel moeilijke nacht voor Abraham. God, mijn God, de God die ik geloof, de God die ik heb alles prijsgegeven om hem te volgen, om zijn wil te doen, hoe kan hij nu mijn enige zoon vragen? Maar we zien dat hij had gehoorzamen. En op de derde dag zou Abraham in de van verte zien wat de plaats is waarop hij zijn zoon moet offeren aan de Heer. En hij had het vuur en de offermes en Isaac, de enige zoon, het hout voor de offer. En dat blijkt ook, dat stond voor ons ook, de offer van de Heer Jezus Christus. Hij droeg het hout van het kruis van zijn offer. En de Vader had de Heilige Geest, de vuur en ook de heilsplan, de offermes. Abraham was klaar om zijn zoon te offeren aan de Heer, maar Godzijdank komt de engel om voor Abraham te zeggen: doe niks kwaad aan uw zoon, want God heeft gezien dat u kan alles doen voor hem, dat uw geloof zo groot en zo zuiver is. Abraham is op proef gesteld, maar hij is geslaagd en God ziet dat het geloof van Abraham puur is, waar is en waardig is. En daarom zou hij een nakomelinge hebben. En deze nakomelinge zou een zegen zijn voor Abraham en zou ook een ontelbaar menigte worden. Iedereen die gelooft in de God van Abraham zou kind van Abraham genoemd worden. Psalm 116. De Heer heb ik lief, want hij luistert. Hij hoort mijn smekende stem. Hij heeft mij aandacht geschonken, telkens als ik tot hem riep. De dood hield mij al in zijn strikken. Het net van het schimmelrijk viel op mij neer. Ik ging onder zorg gebukt. Toen riep ik de naam van de Heer aan. Ach, red mij, Heer, van de dood. De Heer is goed en rechtvaardig. Barmhartig is onze God. Eenvoudigen biedt hij bescherming. Hij heeft mij gered uit de nood. De Heer ontrukte mijn ziel aan de dood. Hij droogde mijn tranen en stunde mijn voet. Ik mag weer leven onder Gods oog, in het land van de levenden. Uit het Heilige Evangelie volgens Matthäus. In die tijd ging Jezus in een boot, stak over en kwam in zijn stad.
membraart in lama, die op een bed lag, naar hem toe. Toen Jezus hun geloof zag, zeiden hij tot de lama: Heb goede moed, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Enkele schriftgeleerden zeiden nu bij zichzelf: Die man spreekt God lastiglijk. Maar Jezus kende hun gedachten en zei: Waarom denkt hij kwaad bij uzelf? Wat is gemakkelijker te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of sta op en loop? Welnu, opdat hij zult weten dat de mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven. En nu sprak hij tot de lama: Sta op, neem uw bed en ga naar huis. En de lama stond op en ging naar huis. Toen de menigte dit zag, werd zij door ontzag bevangen. En zij verheerlijkte God, die zulk een macht gegeven had aan mensen. Woord van de Heer. Wij danken God. Ja, de Heer Jezus Christus zou een lama genezen. Maar hij heeft eerst gezegd: Heb goede moed, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Hij was getroffen door het geloof van deze lama man. En hij heeft gezien dat hij geloof bezat om tot genezing te komen, om zich te laten genezen. Maar hij geneest eerst de ziel. Hij geneest eerst hun geloof. Hij geneest eerst hun innerlijk kwetsuren. En daarom zou hij zeggen: Heb goede moed, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Maar de oordeling van de schriftgeleerden, zij zeiden tegen elkaar: Die man spreekt God lastiglijk. Maar wat is gemakkelijk? De zonden te vergeven of de fysiek beperking te genezen? Daarom zou hij zijn ontzag, zijn macht tonen. Hij zou die man genezen. Maar hij vraagt: Sta op, neem uw bed en ga naar huis. Dus hij heeft de man niet opgestaan. De man zelf is opgestaan met zijn eigen benen. En hij kwam naar huis met zijn bed, met zijn kruis. En dat is om te zeggen: de Heer Jezus Christus wil ons genezen, maar niet alleen de fysiek kwetsuren, maar ook de innerlijk. Ook ons leven van fouten, van zonden. Ook een kans te geven aan ons om ons te laten bekeren, terugkeren naar zijn goedheid, naar zijn rechtvaardigheid. En dat is inderdaad van geloof ook. Zoals Abraham heeft gedaan met zijn enige zoon, die hij heeft geofferd en die hij zouden doden om Isaac te offeren als brandoffer. Dat was inderdaad van een heel groot en een heel diep geloof. Ook voor die man, voor deze lama, zou de Heer Jezus Christus ook inderdaad van geloof vragen: Sta op. Sta op van jouw situatie. Heb goede moed. De Heer vraagt ook voor ons dat van geloof, dat van vertrouwen. En wij mogen op onze God vertrouwen. Hij die de bron van alle goedheid is. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.